Is een moestuin nou wel of niet goed voor de biodiversiteit? Zijn planten uit het tuincentrum slecht? Kun je ook eens doen als je helemaal geen buiten hebt? Hoi, ik ben Matjas Bitterminnen, ik ben bioloog en in deze video ga ik je uitleggen hoe je van je achtertuin een paradijs maakt voor honderden verschillende planten en diersoorten. Ja, jullie hebben massaal vragen ingestuurd, dank je wel daarvoor. En dit is hoe je het beste kan tuinieren volgens de wetenschap. Chris.laagstreepje die vraagt, hoe ziet een biodiverse tuin eruit? Eigenlijk gaat het erom dat je zoveel mogelijk verschillende mini-ecosysteempjes in je tuin creëert. Dat betekent dat je plekken hebt waar bijvoorbeeld schaduw is, waar stenen zijn, waar hout ligt, blaadjes zijn. Zodat je op alle levels, alle niveaus, verschillende dieren en planten kunt krijgen. Want het gaat er niet alleen om kikkers en vogels en slakken, maar ook dieren die je niet ziet. Dus onder de grond, zoals regenwormen, maar ook micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Inge Klein die vraagt, is het echt zo erg als we biodiversiteit verliezen? Ja. Het gaat niet om een paar soorten, maar als je echt tientallen soorten gaat verliezen, dan kan het echt een probleem vormen voor een ecosysteem. Stel, we nemen als voorbeeld even deze blokkentoren, wat eigenlijk ja, een beetje een ecosysteem is met allemaal verschillende soorten. Dan is het echt niet erg dat we bijvoorbeeld één soort of nog een soort verliezen. Maar als je op een gegeven moment te veel soorten kwijtraakt, wat je dan krijgt, is dat zo'n ecosysteem in kan storten. En daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk biodiversiteit behouden, zodat zo'n ecosysteem, zo'n blokkentoren, niet in elkaar dondert. Petra Abbing vraagt, ik heb gehoord dat het belangrijk is dat planten uit Nederland komen. Is dit zo? Ja Petra, nou, deze planten noem je met een mooi woord inheemse planten en die zijn belangrijk voor de andere bijen, wespen en hommels die we in Nederland hebben. Kijk, heel veel mensen denken bij bestuivers natuurlijk aan de honingbij. Ze zijn een onwijs beroemde bij, belangrijk ook voor de bestuiving. Maar er zijn nog zoveel meer andere bijensoorten in Nederland. We hebben bijen, hommels en wespen. Dat zijn er honderden en die hebben allemaal hun eigen bloemen en planten nodig. Dus daarom is het ook belangrijk om niet alleen maar mooie bloeiende planten uit de tropen te halen, maar ook gewoon inheemse planten hier te hebben. Let me introduce you to my children. Mommy's home. Plant mom, guilty. Voorbeelden van inheemse planten zijn echte guldenroede, wilde kamperfoelie, beemdkroon, noem maar op. Er zijn onwijs veel planten waar je uit kunt kiezen. Wil je nou meer over weten? Luister dan naar de podcast Iedere Tuin Telt. Nou, Dirk X die vraagt, ik zie heel veel groen om me heen. Gaat het echt zo slecht met de natuur in Nederland? Ja, helaas wel. De biodiversiteit in de hele wereld neemt af. In de afgelopen 50 jaar zijn allerlei zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën en vissen in aantal met bijna 70% afgenomen. En ook het aantal soorten dieren en planten neemt af. Inmiddels worden 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Het gaat echt niet goed met de biodiversiteit. We weten niet precies hoe slecht het gaat. Maar we weten bijvoorbeeld wel van dagvlinders dat meer dan de helft in de afgelopen 30 jaar is afgenomen. Dat is echt een gigantisch aantal. En uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt ook dat omdat er steeds minder vliegende bestuivers komen, dus dat zijn bijen, hommels, maar ook die dagvlinders bijvoorbeeld, dat je ook echt ziet dat er steeds minder inheemse bloeiende planten komen in Nederland. Dus dat is wel echt een groot probleem. Er is ook goed nieuws, ook leuk om te melden. Er zijn namelijk weer meer libellen sinds 1990 in Nederland. En dat komt omdat er steeds meer variatie is in oevervegetatie. Dus dat er steeds meer gebieden komen waar die libellen kunnen leven. Jimmy VW die vraagt, kun je ook eens doen als je helemaal geen buiten hebt? Ik woon op Zevenhoog in een flatje in Amsterdam. Ja, Jimmy, dat kan zeker. De makkelijkste oplossing is gewoon een plantenbak aan je raam hangen en die volzetten met planten. Maar ik bijvoorbeeld zelf ook woon op Vijfhoog. Ik heb samen met de buren een rij tegels voor ons appartementencomplex weggehaald en die helemaal volgezet met planten. Je kunt ook in overleg gaan met de gemeente en zo'n boomspiegel, dat is eigenlijk zo'n plek rondom de boom, helemaal volzetten met planten. Dus er zijn genoeg opties om je, ja, je omgeving groener te maken als je zelf geen tuin hebt. Lila Rox die vraagt, zijn planten uit het tuincentrum slecht? Niet alle planten uit het tuincentrum zijn slecht, maar helaas is uit onderzoek wel naar voren gekomen dat op veel planten die in het tuincentrum worden gevonden, ja, toch schadelijke pesticiden worden aangetroffen die ook gevaarlijk kunnen zijn voor bijen en andere insecten. Want nog altijd zitten er gevaarlijke pesticiden op planten in tuincentra, terwijl consumenten dat vaak niet weten. Dus wil je nou echt wat goed doen voor je achtertuin, koop dan biologische zaden of biologische planten. Dan weet je zeker dat die insecten een gelukkig leven kunnen leiden. Als je een goede plant wil kopen die geen schade aan de biodiversiteit doet, moet je letten op het groene vlagje, het biovlagje. Dat is de enige waardoor je zeker weet dat er geen pesticiden op zitten. Sanne-95 vraagt, welke plant moet ik in mijn tuin zetten om de meeste insecten aan te trekken? Er is niet echt één plant die alle insecten kan bedienen. Maar ik heb een paar mooie voorbeelden. Ik heb hier bijvoorbeeld de gele kamille. Daar zijn wespen en zweefvliegen echt verzot op.
Dan hebben we hier de wilde marjolein. Ja, bijen en hommels die worden daar helemaal gek van. En we hebben de beemdkroon en die is voor vlinders echt super lekker. Piet, laagstreepje 1, 2, 3 vraagt, is het echt zo belangrijk dat ik mijn tuin biodivers maak? Nou ja, Piet, het lijkt misschien dat jij met kleine beetjes niet heel veel kan doen. Maar als je beseft dat in Nederland 5,5 miljoen achtertuinen zijn, die een gebied beslaan die meer dan 550 vierkante kilometer groot is, oftewel 10 keer de Hoge Veluwe, dan kunnen wij toch best wel wat betekenen. En het onderzoek blijkt dat in meer dan 1/3 van alle tuinen de helft betegeld is. En dat is onwijs zonde, want dan kunnen we zoveel mooie planten neerzetten. Als water op een steen valt, dan loopt het gewoon weg. Onze rioleringen krijgen we hoog water en groene tuin wordt dat water een stuk beter opgenomen. Henk Laagstreepje 743 die zegt, ik vind een tegeltuin mooier, maar ik wil toch wat voor mijn biodiversiteit doen in mijn tuin. Wat kan ik doen? Nou Henk, ieder zo zijn ding. Kijk, als jij van een tegeltuin houdt, dan moet je dat lekker doen. Maar wat ik dan wel zou aanraden is om wat plantenbakken neer te zetten met wat mooie bloeiende planten, zoals een lavendel of een rozemarijn. Why are you watering a cactus? Because I'm an idiot. Als je dan nog een stapje extra wil zetten, dan kun je bijvoorbeeld ook inheemse planten neerzetten, zoals een wilde margriet. Is dat ook prachtig in zo'n plantenbak? Ja, je kan ook een vogelbadje neerzetten. Die zijn ook van steen. Of je hangt een vogelhuisje neer of een insectenhotel. Maar dat is echt een waanzinnige optie om die tuin biodiverser te maken. Archief Vardy vraagt, is een moestuin nou wel of niet goed voor de biodiversiteit? Ja, eigenlijk wel. Alleen het probleem is een beetje dat je dan je moestuin moet gaan delen met insecten en slakken. Want ja, die houden ook wel van een sappig kropslablaadje. Ze zijn de laatste weken overal in de tuin. Of anders zie je ze zelfs gewoon op straat. Slakken. Een grote kans ook dat u geen groot fan bent van deze beestjes. Wat je kan doen is een soort bliksemafleiders neerzetten, zoals dahlia's en hosta's waar slakken bijvoorbeeld ook verzot op zijn. En op die manier ja, heb je er wel wat minder in je krop sla zitten. Maar het blijven dieren en die zijn niet te sturen, dus je moet ook niet gek opkijken als er af en toe een slak tussen je slablaadjes zit. Jet RRR die vraagt, kan ik ook meer biodiversiteit creëren zonder dat het me al te veel werk kost? Nou, het goede nieuws is, hoe minder je doet, hoe beter voor de biodiversiteit. Zo, je bent lekker bezig geweest. Maar is het een beetje naar tevredenheid? Ik kom hier aan, ik ben meteen helemaal niet blij. Oh. Het is helemaal niet wat mijn bedoeling was. Want juist als je plekjes in je achtertuin laat verwilderen, planten laat groeien, blaadjes laat liggen, takken laat liggen, dan komen er juist heel veel dieren op af. De blaadjes zijn bijvoorbeeld geweldig voor egels en voor slakken en regenwormen. En bladafval is ook onwijs goed als voedingsbodem voor je planten. Want ja, juist dat bladafval wordt afgebroken door allemaal beestjes en micro-organismen. En die voedingsstoffen komen in de bodem. Dat is eigenlijk een soort natuurlijke bemesting voor je planten. Belvel98 die vraagt, zijn er ook planten die je juist weg moet halen? Nee, een plant als onkruid bestaat eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, er is zelfs onkruid dat goed is voor de natuur. Neem brandnetels bijvoorbeeld, die zijn geweldig voor allerlei soorten vlinderrupsen. Er zijn wel planten die een beetje problemen veroorzaken, zoals de Japanse duizendknoop. Dat is een exoot, een plant die niet van origine in Nederland voorkomt. En die zorgt voor problemen omdat die dwars door beton heen kan groeien. Maar dat is alweer niet een heel groot probleem in tuin. TV Miert vraagt, wat is een goed alternatief voor het klassieke gazon? Nou, eigenlijk is de truc om minder vaak te maaien. Dus je laat je gazon lekker verwilderen. Dat kan langs de randen zijn, waardoor er allemaal bloemen opkomen. Of bijvoorbeeld in een maand, zoals mei, gewoon niet te maaien. Ja, en het mooie is dat als je niet maait in de lentemaanden, dan zijn er meer bloemen voor de bloemenstuivende insecten. En dat is juist heel belangrijk, want die komen net uit hun winterslaap. Er zijn nog verder weinig bloemen te vinden. En als er dan een prachtig gazon vol met paardenbloemen staat, ja, dat is voor hen het allermooiste. En dit was alles wat je wilde weten over hoe je moet tuinieren met oog voor de planten en de dieren volgens de wetenschap. Heel erg bedankt voor het kijken. Zoiets?